Maar super gaaf zo om te zien, toch? Hoi, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag iets heel leuks voor jullie. Ik ga namelijk een regenboogster vouwen. En die regenboogster die kun je daarna op je raam plakken. En als de zon er dan doorheen schijnt, dan dansen al die vrolijke regenboogkleuren zo door je huis heen. Super mooi om te zien, super vrolijk en hartstikke leuk voor de kerst. Nou, wat heb je voor die regenboogkerstster nodig? 8 verschillende kleuren vloeipapier. Waar je dat vloeipapier kunt kopen, dat kun je even via het linkje daar checken. En die vloeipapiertjes die moeten de vorm hebben van een vierkant. En die van mij is rechthoekig, dus ik ga hem eerst even vierkant maken. En dat doe ik door een punt schuin naar de overkant. En dan precies op die andere zijkant te leggen. Zo. Nou kijk, en als ik dit dan zo doorknip, dan heb ik een vierkantje. Zo. Kijk eens. Een handig trucje om je eigen vouwblaadjes mee te maken. Nou, dat vierkante stukje vloeipapier, dat ga je nu eerst even dubbel vouwen. Zo. En dan vouw je hem weer open en dan vouw je ook nog even de andere zijkanten op elkaar, zodat er een kruis ontstaat. Nou, dan mag je je blaadje weer helemaal open vouwen. En dan ga je de punten naar het midden van het kruis toe vouwen. Zo, met alle kantjes. Zodat er als het ware een envelopje ontstaat. En als je dat envelopje hebt, dan vouw je deze punt ook weer naar het midden toe, langs die middenlijn. Als het ware als een puntzakje. Zo, dat wordt de punt van de ster. Dat doen we met de andere kant ook nog een keertje. Zo, en dan heb je dit figuur. Nou, in dit figuur dat maak je nog 7 keer, zodat je in totaal 8 van die mooie stralen hebt. Natuurlijk in allemaal verschillende kleuren. Ik heb dat alvast gedaan. Ik heb bijvoorbeeld ook nog een lichtgroene en een blauwe, paars, rood, oranje en 2 verschillende tinten geel. Nou, en die sterren, die ga ik aan elkaar vastplakken. En dat ga ik doen als een soort van dakpannetjes. Dus als ik deze heb, dan plak ik die er zo bovenop met dat zijkantje precies langs die middenlijn. Nou, dat ga ik daarna met die volgende kleur ga ik dat ook weer doen. Die plak ik er ook weer bovenop, weer langs dat zijlijntje. Nou, dat ga ik even doen met lijmstift. Zorg trouwens wel dat je voorzichtig doet met die lijmstift. Want als je te hard over je vloeipapier heen gaat, krijg je er natuurlijk gaatjes in. En dat wil je niet. Dan moet je weer opnieuw beginnen met vouwen. Zo. Zo, kijk, ik heb ze bijna allemaal aan elkaar vastgeplakt. Ik ben bij die laatste aangekomen en dan moet je heel even opletten. Ik ga namelijk deze blauwe, die ga ik straks inlijmen. Maar hij moet er hier overheen komen. Maar straks weer onder die groene door. Dus daar steek ik hem alvast een klein beetje onderdoor voordat ik hem op die andere plak.
Zo, nou hij zit. Ik ga hem alleen nog even aan die donkergroene vastplakken. Die zit ook vast. Nou, en om ervoor te zorgen dat mijn kerstster, die nu helemaal in elkaar zit, om die mooi in elkaar te houden, ga ik die achterste flappen die hier los zitten, ga ik ook nog even een klein beetje vastzetten met mijn lijmstift. En dan is mijn ster helemaal klaar. Zo, nou die zitten allemaal vast. En kijk eens, even kijken welke kant is het mooist om boven te houden. Nou ja, een beetje net wat je smaak is. Maar super gaaf zo om te zien, toch? En omdat ik hem van vliegerpapier heb gemaakt, gaat de zon er straks doorheen schijnen als je hem op het raam plakt of het licht komt er doorheen. Dus dat geeft echt een super leuk effect. Nou, ik ga hem zo lekker op het raam plakken. Ik hoop dat jij het in ieder geval een leuke video vond. Zo ja, geef hem dan nog even een duim omhoog. En vind je het nou leuk om nog andere knutselideeën te zien met kerststerren in de hoofdrol? Dan moet je zeker even het linkje daar checken, want daar heb ik nog meer leuke ideetjes verzameld. En ik hoop je natuurlijk gewoon een volgende video weer te zien. Hoi!